Hey, welkom bij Ongezouten. Het is weer tijd voor één om te zien. En wat dat zal zijn, je hebt al geraden in de titel waarschijnlijk. Als je kunt lezen. Ja. Ja, dat is het eigenlijk. Na de intro. Yo. Ja, welkom bij Ongezouten. En vandaag ga ik het hebben over, jawel, Sunshine. Deze film moet je gezien hebben. Waar gaat het over? Als je het nog niet gezien hebt trouwens. Dat gaat over een groep astronauten die op weg zijn naar de zon. De zon is aan het uitdoven en de aarde begint kapot te gaan. Want zonder zon is aarde niks. Dus de zon is aan het uitdoven en wat bepalen ze? We gaan een groep astronauten naar de zon sturen. We gaan daar de grootste kernbommen plaatsen in dat ruimtetuig. En we gaan rechtstreeks naar de kern van de zon. En we gaan een kernbom laten ontploffen in de zon. Zodanig dat de zon terug heropleeft. Terug heropstart, laat ons maar zeggen. Gelijk startkabels op de auto. Ja, dat is de bedoeling van Sunshine. Heel, heel sterke film. Echt waar, als je echt van sci-fi houdt, wel ja, science fiction. Ja, science fiction houdt, is dit zeker voor te bekijken. Het is van Danny Boyle, een goede regisseur, echt wel. En ik ga je 30 seconden laten zien van Sunshine. Je moet maar een keer kijken. En als je het goed vindt, zeker een keer bekijken. Hier is de 30 seconden van Sunshine. What is it? It's the Icarus One. That signal is their distress beacon. Jesus. It's impossible. It's been 7 years. Clearly it's not impossible because you can hear it with your own ears. Are you saying they're still alive? We don't know. But they could be. Their oxygen is self-replenishing, water is recycled. And they have all the solar power that they need. What about food? There's no way their supplies could have lasted 7 years. That depends. They have stock to cover 8 people for... Voilà, dat waren de 30 seconden van Sunshine. Ik zou zeggen, koop in die handel op DVD of Blu-ray. Of ergens huren. Kan mij niet schelen waar. Maar zeker dit bekijken. Goed, dat was het voor één om te zien. Het is een heel korte video, maar ja, dat zijn ze nu eenmaal. Ik geef u de favoriete films van mijn filmcollectie. En je doet ermee wat je wilt. Geef alleszins een comment wat je ervan vindt als je hem al gezien hebt. Of als je hem gaat kijken en hebt hem bekeken erachter. En dan een keer een comment plaatsen op deze video. Dat mag allemaal. Ik zal het allemaal bekijken. En vergeet niet, alle comments zullen becommentarieerd worden door mij in een andere video waar ik de comments lees. Dus zeker een keer doen, zeker een keer doen. Goed, dat was het voor één om te zien. Sunshine, goede film van Danny Boyle, die onder andere 28 Days Later gemaakt heeft en Trainspotting. Haha. Nog van die twee parels dat hij gemaakt heeft. Dus ja, alhoewel dat deze film werd afgebroken, dacht ik. Ah, kajuk. Hij werd wel afgebroken, dacht ik. Maar ik weet het niet meer. Ik zou een keer moeten kijken op IMDb. Trouwens, wie dan IMDb niet kent, dus imdb.com, dat is een International Movie Database. Daar staan alle films op dan worden gemaakt van over heel de wereld. En daar kun je vrij veel informatie halen over de films dat gemaakt worden. Dus IMDb, ik zal misschien de link wel een keer zetten in de beschrijving. Goed. Dit was het voor één om te zien. Ik dank u voor het kijken. Vergeet niet te commentariëren. Je weet wel hieronder. Vergeet niet te abonneren trouwens op Ongezouten. Ja. En liken. Zeker en vast liken en comments en al die shit. En dan zet je een true abonnee, een trouwe fan van Ongezouten. Ik was Ongezouten. Tot de volgende. Yo!